Yo, Nintendo fans! Voordat we aan deze video beginnen, wil ik jullie even allemaal bedanken, want de support de laatste tijd is echt insane! Qua views en qua abonnees, het is helemaal gek. Als we zo doorgaan op deze manier, dan hebben we aan het einde van het jaar gewoon 80.000 abonnees. Ja, en weet je wat? Als we dit jaar de 100.000 abonnees halen, dan maak ik een video zonder deze pet. En ook zonder een andere pet. Dus gewoon zonder pet. Ik weet het, dat is wat jullie willen. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren! En dan ga ik met jullie favoriete karakter, namelijk Toad, deze leveltjes in wereld 4 spelen die we weer 100% gaan halen. Hallo, entroepertjes. What up, man? What up? What up? What up? What up? What up? Hallo, entroeper. Zit hier een ster? Nee? Oké. Okay. Nou, dan ga ik weer naar buiten. Daag. Zit hier een ster? Nee, hier zit wel een blokkie. Een muntblokkie. En een uppieblokkie. Nou, een muntblokkie is een uppieblokkie. Let's go, jongens. We hebben weer een extra kattenbelletje. Hoppakee. Is het hier een ster? Nee. Wapapapapam. Oké. Zit hier wat? Klim even omhoog. Nee, daar zit ook niks. Onyx? Waar is Onyx? Zit hier wat? Hallo? Hallo? Hallo! Het is zo makkelijk om die gasten kapot te slaan. Zit hier iets? Nee, ook niet. Zit hier boven dan wat? Ook al niet. Waar is alles in dit level? Ah, kijk, hier is in ieder geval de stempel. Eigenlijk moeten we dat via de andere kant doen. Dan kunnen we ze zo... Nou ja, eigenlijk hoeft het helemaal niet. Hoppakee, stempeltje in de pocket. Waarom is hier niks? Ik wou net zeggen, daar is sowieso wat. Oh, maar wacht even. Wacht even. Eerst hier naar boven. Hier is sowieso een ster. Zie je? Nice. Oké, dan kunnen we nu deze gele ster pakken. Ja, ik had ze allemaal kapot kunnen maken. Maar, heb ik niet gedaan. Hoppakee, checkpointje. En dan? Dan is daar tussenin een ster. En daar is een buis. Oké, let's go, let's go. Oh, dit stuk. Dit is serieus een lastig stuk. Je moet hier dus op hun hoofden bouncen. Nou, is dat hier nog niet zo moeilijk om dan hier in te gaan? Dat valt nog wel mee. Dan moeten we hier even een sterretje pakken. Moet ik eerst even deze takinardis kapot maken? Takinardis. Wat zeg ik? Kom op, klim het dood. Ja, lekker. Ja, en dan gaan we in het buisje, hè? Ja. Oké, dan zijn we hier. Pakken we even deze. We hebben extra kattenbelletje. Kijk, en nu moeten we dus bouncen op hun hoofd. En dat is echt nog niet zo makkelijk, jongens. Geloof mij. Ja, dit bedoel ik dus. Dit bedoel ik dus. Ja, nu ben ik mijn kattenkop kwijt. Oké, nu... Oh, nee, we moeten al wel... Oké, ik ga deze katten wel pakken. Dan ga ik nu hier heel snel proberen omhoog te klimmen. Hoop ik dat ik sneller ben. Oké, nee dus. Nee dus. Ga ik hier omhoog klimmen. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Kijk, nu kunnen we bouncen. Top. Top. Kom op. Kom op, Toad. Kom op, Toadje. Kom op, Toadje. Oké. Ik heb alles. Ik weet niet wat daar nog boven was, maar ik heb alles. Was het de bedoeling dat we hier naar beneden gingen? Oké, we konden in één keer naar boven, maar we konden ook lekker naar beneden. Haha! Wil jij even deze kapot maken eerst? Oh, of niet? Wacht. Sloop hem! Ah! Ja! Lekker, man. Hoppakee, eerste leveltje. 100%. Nice. Hallo, krioelende piranha pietplantjes. Nope. Yo, Piet, what up, man? Lang geleden. Hallo allemaal. Ja, die kijkers die hebben jou gemist, jongen. Waar was je al die tijd? Poepa. Oh. Oké. Nou, welkom terug, jongen. Laat even weten in de reacties of je meer of minder Piet wil. Maak het kapot. Maak al die plantjes kapot. Ik maak al je zusjes kapot, Piet. Dit zijn roze Pietjes. Dit zijn Pietelientjes. Oké, Mario, aangezien ik nu met jou speel, ga jij eens even lekker omhoog? Nee, oké, dan niet, nee. We hebben hier een vuurbloempie. Ook wel lekker, dan kunnen we deze even allemaal kapot schieten. Als ik tenminste recht schiet. Ben je nu weer wakker? Wat een flatsie, nog eentje. Hoppa. We krijgen hier geen sterren van, zo te zien. Lekker, die is ook weg. Deze is bijna weg. Deze is helemaal weg. Nee. Oeh, ik werd bijna gepakt door je zus, Piet. Volgens mij is hier voor de rest niks. Dus ik ga gewoon door. We zijn in de ondergrondse grotten. Ik ben wel benieuwd. Ah, nee, dit had ik niet zo moeten doen. Oké, ga hier naar boven, Mario. Lekker. Bounce. Oeh. Was heerlijk. En nu moeten we alleen deze... Ah, deze even kapot maken.
Ja, hoe ga ik dit doen? Dan moet ik echt op het randje springen. Ja, lekker. Oké, zo gaan we dit doen. Ik wil een vuurbloem. Geef me weer een vuurbloem terug. Oké, bounce, 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 bounce. Lekker. Hieronder is sowieso wat. Kijk, ik zag al wat groene gloed, hè, daaronder. Hatsenflats. Oké. Hatsenkadeetje. Die is ook weg. Nice. Die moet ik denk ik niet weghalen. Want ik moet denk ik op zijn hoofd springen om daarachter te kunnen komen. Dus dan ga ik even zo. En dan... Hatsenkadeetje. Nice. Is hier iets? Ja, hier is de stempel. En dan moeten we misschien nog even terug gaan kijken of we hier dan toch nog ergens ook de ster kunnen vinden. Hallo? Sterretje? Ergens? Anywhere? Misschien hier. Hierboven. Nee, niet hierboven. Hier naartoe, hier naartoe. Oh, wacht even. Hij is hier. Oké, dan gaan we eerst deze even kapot maken. Hatsakidee. En nog een keer, want hij moet niet terugkomen. En datzelfde geldt voor deze. Die moet ook niet terugkomen. Lekker. Dan kunnen we nu, als het goed is, rustig aan dit gaan doen. 1, 2, 3, 4... Dan gaan we deze even met de klok mee. Ja, lekker. Oké, nice. Hoppakee. En alles is weer in de pocket. Nu moeten we hem alleen nog even uitspelen, de level. Dat bedoel ik. Ik moet... Oké. Let's go, let's go, let's go. Bounce op zijn hoofd. En... Ik was zo bijna dood daar. Dat scheelde echt niks. Oké, dit kunnen we wel even rustig aan doen. Zo. Ja, ik ga niet eens via jouw hoofd. Ik heb een kat. Ik heb kat Mario. Dus ik kan gewoon nu lekker zo erin springen. En dan zo omhoog klimmen. Hoppakee. En dan heb ik sowieso de vlag. Lekker gedaan, Mario. Terwijl ik eigenlijk met Tootje wilde spelen natuurlijk. Hallo, meneer de Brolder. Hallo, Brolder. Oh, oké. Is dit het enige? Moet ik hem gewoon erbuiten gooien? Moet ik... Ja, doei. Dag. Oh, er zijn er nog meer. Ik dacht al. Het zal vast niet zo makkelijk zijn. Als je kat Mario bent, is dit echt super makkelijk. En als je kat Toad bent, dan is het trouwens ook makkelijk. Doei! Later! Dankjewel voor de ster! Piepparade! Piepparade! Nee, piepparade. Anyway, ja, dit zijn wel lastige leveltjes. Hier moet je heel erg letten op de beat, zeg maar, die je hoort. Oh, en nu ben ik ook met z'n tweeën. Dat maakt het denk ik ook niet echt heel veel makkelijker. Het gaat gelukkig nog niet heel snel. Dus ik kan dit nog wel redelijk rustig aandoen. Oh, nu zijn we zelfs met z'n drieën. Ja, zo. En dan zo. Ja, top. Oké, nu moeten de twee mensen hier op die dingen staan. Oh my goodie. Ja, oké, ik heb het. Ja, alleen voor muntjes. Serieus? Oké, nu wil ik dat jullie allemaal even bij elkaar gaan staan. Top. Nice. En spring. En go. Oh, wat zit jij nou je boemerangs te gooien, jongen? Ga eens weg, jongen. Oké, cool. Nu gaan we even hier naartoe. Even hier weer muntjes. We gaan dit even rustig aan doen, jongens. Dit moet even chill. Ja, wat zit je nou je boemerang op mij te gooien, jongen? Dat werkt toch helemaal niet? Oké, cool. Hier naartoe. Oh, ik heb hem niet. Ik heb hem niet. Ik heb de ster niet. Ik ga eerst deze even kapot maken. Nu heb ik de ster wel. Lekker. Kan ik nu hier doorheen? Is daar niks meer wat ik mis? Nee, volgens mij niet. Let's go. Hoppakee, jongen. Dikke doei met jou. Oh, dit is een, hier is een pauwblok. We hebben nog een tootje. Ah, zoveel tootjes. Oké, we gaan even naast elkaar staan zo. Top. Nee. Daar gingen alle tootjes. Ik moet echt oppassen dat ik niet te vroeg spring. Ik heb elke keer de neiging om net even iets te vroeg te springen. 1, 2, 3, 4. Juist, lekker. 1, 2, 3, 4. Dun, 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 dun. Ah, ik heb hier 4 blokjes voor nodig. 4 tootjes voor nodig. Nee! Maar wacht even. Dit kan nog. Hier was namelijk nog een kers. Ik kan hem alleen nu echt totaal niet zien. Helaas. Als ik nou kat Mario had, dan had ik ook nog nergens last van gehad. Dan had ik hem gewoon kunnen pakken. Waarom zeg steeds Mario? Ik ben dood. Kan ik nog terug nu? Ik ben nu weer met z'n vieren. Nee! Oké, wat gaan we in deze buis vinden? Hier is weer een ster. Ik heb sowieso wat gemist. Ik heb sowieso iets gemist. Wat heb ik gemist, jongens? Oh nee, dit is de tweede ster. Oké, dan komt er dus nog een ster aan. Ja, die ligt zeker hier ergens. Oh nee, dit wordt... Deze is niet te doen. Deze is niet te doen. Jump. Ja, lekker. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. Ja, nee! Omdat... Nee, hij haperde! Dit is zo naar! We gaan nu gewoon tempo maken. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump.
Ik heb er nog één over. 2, 3, jump! 1, 2, 3, jump! En dan kan ik deze ster ook niet pakken, want ik ben maar in mijn eentje. Ik vind dit level echt niet oké, jongens. Ik ben wel boven in de vlagstok beland. Dat dan weer wel. Maar ik moet het nou weer opnieuw spelen. Laat ik eerst maar even power-ups gaan halen dan. Ik ga voor het grote cadeautje. Ja! En het grote cadeautje is het goede cadeautje. En dan even kijken hoor. Dan ben ik nu een kat, maar die doe ik even in de reservebank, want die kat die heb ik nodig. Tenzij hij hier gewoon met z'n vieren aankomt natuurlijk. Dan heb je kat Mario niet per se nodig, want dan gaat dit platformpje lekker omhoog en kan je de stempel pakken. En dan kunnen we hier die derde ster pakken. Ja, zo doe je dat. 1, 2, 3, 4. Oké, eentje is er dood. Eentje is er dood. Oh, hij leeft nog. Hij had het nog overleefd. Ah, lekker hoor, Tanuki Toti. Trampolinetocht. Gaan we hier dus even uitvinden waar die sterren kiezen. Oh, ja, oké. Dag, power-up. Ga gewoon hier naar boven. En hier naar boven. En dan, ja, oké. Wat gaan we hier vinden? Oké, deze ga ik nooit allemaal pakken, denk ik. Ik zie namelijk helemaal niet waar ik spring. Ja, toch wel. Oké, lekker. Vuurbloempie. Vuurbloempie, power-uppie. Oeh, daar ging die bijna. Yo, maar waar zijn sterren, jongens? Ik zie helemaal nog geen sterren. Ik zie nog niks. Wauw, 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 wauw. Oké, hier is alleen maar tijd. Op zich ook wel chill, maar... Dat is niet waar ik voor speel, natuurlijk. Ik speel voor de sterren. Oh, hier is een ster. Als het goed is, gaat één van deze niet kapot. Precies. En dan wordt dat een trampolinkie. En die kan je ook pakken, zo... Moet je alleen zorgen dat je hem niet kapot schiet. Ik weet niet of dat kan. Maar hey, als dat kan, dan moet je dat niet doen. En dan heb je zo een sterretje te pakken. En dan gaan we weer door. Up, 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 up. Oh, oh, oh. Lekker. Oké, nog een stempel. En nog twee sterretjes. Wat is hier? Oh. Wacht even. Kat Mario heb ik nodig. Dan kan ik hier naar boven klimmen. Ik heb Toad, Rick. Je hebt Toad. Je hebt geen Mario. Je hebt Toad. Wat zit je nou steeds met je Mario? Het gaat gewoon automatisch. Om te denken dat je in een Mario game met Mario speelt. Wat is dit voor power-up? Weer een vuurbloem? Nee, ik wil de kat houden. En dan is hier ook nog wat. Oh, hier is ook ja, oké, top. Dan moet ik alleen even dus hier goed naar boven zien te springen. Hoe kom ik daar? Nee! En dit kan je dus ook maar één keer doen, hè? Ik had daar gewoon mijn kat moeten gebruiken, natuurlijk. Dat was veel makkelijker geweest. Waar is die stempel? Oh, daar is die stempel. Oké, nou, dan ga ik alvast wat van die beestjes schieten. Geen enkel probleempje, denk ik, hoop ik. Ja, kijk, die hele binnenste ring die is al kapot. Lekker, stempeltje binnen. Ja, dan moet ik alleen zo nog even terug. Pakken we hier voor de veiligheid toch maar even gewoon kat Toad. En dan kan die zo lekker naar boven klimmen. Oké, nu alvast deze pakken. Dan hierin. En dan kan je als het goed is gewoon lekker zo naar boven. En ja, geen enkel probleem. Kan je gewoon een derde sterretje pakken. In de volgende aflevering gaan we door deze buis naar dat huisje. En dan gaan we wereld 4 uitspelen. Dus als je dat wil doen, doe een duimpje omhoog. Zorg dat we die 1000 duimpjes weer omhoog krijgen. Abonneer op dit kanaal, zodat we heel snel richting de 50.000 en misschien wel de 100.000 abonnees gaan. Het is een droom, jongens. Het is een droom. Laten we kijken of we die droom werkelijkheid kunnen maken. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!